En het is niet raadzaam dat de regering de government take afschaft op of vermindert, hoe zwaar het ook is voor de gemeenschap. Dat zegt vakbondsman Dayanand Dwarka naar aanleiding van de commotie die is ontstaan na de verhoging van de brandstofprijzen. Dwarka zegt dat de middelen nodig zijn om de staatshuishouding te regelen. Een andere optie is er niet. Een government take afschaffen natuurlijk onder deze omstandigheden. Ik denk niet dat dat realistisch en reëel is. Natuurlijk mag de overheid altijd, maar dan moet de overheid voor wat betreft de staatshuishouding wel nagaan van waar de middelen, de noodzakelijke middelen, de staatskas moeten binnenvloeien om de noodzakelijke uitgaven van de stad te doen. Dus nogmaals, alles kan. Maar zou dan niet een combinatie kunnen worden gebruikt om rij- en voertuigenbelasting dan te herintroduceren en de government take te verlagen zodat de bevolking het niet zo zwaar te verduren heeft? Ja, of het van de lengte neemt of van de breedte, natuurlijk. Als je de government take verlaagt en de verschuiving maakt naar rij- en voertuigenbelasting, het zijn dus de mensen die rij- en voertuigen bezitten, die betalen de belasting voor de staat nu bij de pomp, bij het tanken van hun auto. In het andere geval is het zo dus dat je jaarlijks... Maar er is een stukje rechtvaardigheid bij de government take dat degene die meer verbruikt, meer rijdt, meer gebruik maakt van zijn voertuigen, die betaalt meer natuurlijk. Een andere mogelijke inkomstenbron is de belasting toegevoegde waarde, oftewel BTW. Dwarka zegt dat zelfs vakbonden voorstander zijn van dit type belasting. Kijk, we hebben bij de vorige regering ook een traject hieromtrent afgelegd. En de vakbeweging in het algemeen, en C47 heeft ook aangegeven, dat we geen enkel probleem hebben met een verschuiving van dus de directe naar de indirecte belastingen. Dat wat betreft dus de BTW, u weet dat de gebruiker betaalt. Degene die meer verbruikt en gebruikt, die zal natuurlijk meer belasting moeten betalen. Dus wat dat stukje betreft, hebben wij eigenlijk in principe onze medewerking daar naartoe gezet. Dus dat zou snel moeten komen. Maar daar in de plaats moet het zo zijn dus dat we hebben aangegeven dat een oversteek moet worden gemaakt. Dat voor wat betreft voor de werkende klasse de loon en de inkomstenbelasting natuurlijk ook omlaag moet. Omdat de belastingdruk, mevrouw Bissister, in het algemeen bijzonder hoog is. Vakbondsman Dayanand Dwarka over de staatshuishouding. Hij is geen voorstander van afschaffing van de government take.